gastheer of gastvrouw denk ik een van de belangrijkste eigenschappen is dat je een bepaalde empathie hebt, dat je kunt inleven waarom die mensen hier zijn, wat ze hier graag willen ervaren. En daar speel je op in. Hallo, ik ben Hans en ik ben gastheer in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. En ik ben Cecile, ook gastvrouw in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Wij hebben een cursus omgaan met gastvrijheid gehad. Van hoe ontvang je nou mensen die het museum bezoeken? We hebben aan de hand van een vragenlijst onze eigen locatie nog eens goed bekeken. En geprobeerd door op een andere manier vanuit de ogen van de gast naar te kijken. En soms moet je moet bijna in staat zijn om dat te zien. Er zijn mensen die bijvoorbeeld gewoon echt zo naar links wegsneaken en die willen gewoon rustig rondlopen zonder dat ik hun achter de vodden zit of zo. Maar er zijn ook mensen die dan een beetje bedremmeld bij de ingang staan en dan weet je gewoon, daar moet je even naartoe. En die moet je even vragen van, of even zeggen van, nou, dit is deze tentoonstelling, het gaat en deze maand hierover. En ja, bent u daarin geïnteresseerd? Wat wilt u daarvan weten? De dingen die voor ons heel gewoon zijn, die dan toch blijken, oh ja, dat zou beter kunnen of zou voor een gast beter zijn. En je toch weer eventjes daar anders naar kijkt.